Onlangs repeteerde het Zeeuws Orkest met Bluff voor hun gezamenlijk optreden bij Concertatie. Het Zeeuws Orkest samen met Bluff. We vragen aan Pascal Jacobsen hoe het idee voor deze samenwerking is ontstaan. Ja, dat is zo'n losse vlodder, spontaan idee wat iemand in de groep gooit. Ik weet wel dat het naar aanleiding van gesprekken over onze samenwerking met het Zeeuws Orkest 20 jaar geleden was. Want dat was een heel belangrijk optreden toen in Vlissingen. Het moest een bijzondere avond worden op de donderdagavond. En we wilden eigenlijk wel iets voor de Zeeuwen doen. Dus we dachten, waarom niet met het Zeeuws Orkest? Eigenlijk wel logisch. Het is ook voor ons dan spannend waar staat het orkest en hoe goed speelt het orkest? Want we hebben heel lang niet samen gespeeld. Ik ben dan gewoon zo enthousiast en blij verrast. Verrast is niet het woord, want ik had ook verwacht dat het goed zou zijn. Maar het is nog zoveel beter eigenlijk. En daar ben ik gewoon heel blij om. Want we gaan toch voor heel veel mensen spelen. En dan hoop je ook iets bijzonders neer te zetten. Het Zeeuws Orkest staat onder leiding van chef-dirigent Ivan Meijlemans. Pascal Jacobsen is de voorman van Bluff. Wie heeft nu tijdens het concert de muzikale leiding? Dat is ook een samenwerking. Er zijn ritenutos. En dan is het gewoon echt heel handig als Pascal daar die ritenuto aangeeft. En dat is gewoon een wisselwerking. En dat is ook, ik zeg het, een knipoog en dat is eigenlijk geregeld. Ja, ik sluit me volledig bij aan. Kijk, als wij bijvoorbeeld een stuk spelen, wij noemen het altijd liedjes. En in de klassieke wereld of in de orkestwereld heet het stukken. Een werk. En er is geen ritme. Hè? Iets is bijvoorbeeld los van drums of los van percussie of zo. Ja, dan zou in dat geval is Ivan natuurlijk heel leidend. Maar omdat je in deze setting dus met een drummer speelt, dus Norman. Ja, Norman tikt af en dan is het wel handig als iedereen het tempo van de drummer aanhoudt. En dan is het is elkaar volgen eigenlijk. En dat gaat heel goed. Zaterdagavond spelen jullie ook nog. Ik geloof een uur of twee achter elkaar. Pascal, ga je dat redden zonder het Zeeuws Orkest? Ja, we zullen wel moeten. Hè? Het is voor ons wel het optreden waar we het hele jaar naar uitzien. Er staan 40.000 man en we sluiten de avond af. En dan ruik je ook het bier wat op je wacht, weet je wel. Na zo'n weekend van 3 dagen, daar zie ik ongelooflijk naar uit. In het publiek zitten ook bijzondere mensen als je het hebt over Zoutelanden. Ja, het leek ons natuurlijk leuk om alle mensen in Zoutelanden uit te nodigen. Ik ben heel benieuwd of ze ook allemaal komen. Eigenlijk zou wel leuk zijn als ze allemaal komen.